Vandaag is de harmonica-dag. Hoeveelste editie is dit? Ja, we doen het vanaf 2006 door de Dedaal. En dat was de eerste keer. En continu, ik denk vanaf 2010. Dus al de 14e of 15e keer zal dit al de harmonica-dag hebben. En hoeveel deelnemers zijn hier vandaag? Ik denk dat er hier nu ongeveer 30 deelnemers zijn, harmonica-spelers. Maar er was in het verleden was er wel dikke 100 spelers. En dan zaten we ook bij de kroon, wat nu tegenwoordig Norbus is. En dat was een heel druk bezochte evenement was dat. Maar ja, we werden allemaal ouder met elkaar. En, ja, en de jonge aanwas is er niet meer bij. En dat vinden wij als organisators gewoon heel erg jammer dat dat niet gebeurt. Ja, je hebt het over ouderen, maar waar komen die ouderen harmonica-spelers allemaal vandaan? Ja, de harmonica-spelers komen gewoon echt door heel Nederland weg. We hebben één, die zit nu daar in de zaal te spelen, die komt uit Heerlen, bij Limburg daar weg. En dan verder ze Achterhoek, Zutphen, noem ze maar op, uit het noorden, overal komen ze weg om hier te komen spelen. Ja, waar ik aan de harmonica denk, dan denk ik altijd aan zo'n ding wat voor de mond houdt. Ja, dat is een mondharmonica. Het principe is precies hetzelfde. Mondharmonica moet je in en uit blazen of zuigen. En bij een harmonica is het precies hetzelfde. Dan doe je in of uit. Het principe is hetzelfde. Rob wil nog even inspringen op de verschillende harmonica en verschillende muziekstijlen. Ja, ik wil er even op inspringen. We hebben elkaar natuurlijk leren kennen bij de boerendansers. Daar is het een beetje doorgekomen. We gingen samen de harmonica dagen af. Johan speelde altijd de twee rijen. Ik speelde accordeon. Johan zegt altijd van, Rob, dat is ook iets voor jou, weet je. Dat kun je ook. Dat, maar dat twee reken, dat zegt niet zit. Maar ik stond altijd wel, ik ging altijd wel met hem mee. Dat was een mooi, gezellige happening. Later, in 2013, hoorde ik hier zelf begonnen met ook wel een harmonica. Maar het was toen een stijlse harmonica. En daar ben ik mee begonnen. En ik speel nog mee. En dat is een geweldige happening. Maar dat leer je. Je muziek vind je mooi en dan speel je vanzelf mee. Je hebt wel even les nodig, maar dat gaat vanzelf. Alles wat je mooi vindt, dan ga je er ook voor. Hè? En dat is met Rijnmond idem dito. Je wilt er nog weer op inspringen, hoor laag horen. Nou, het is maar net bij het spelen wilt. Het accordeon vereist toch een notenbeeld waar je moet kennen. Noten, wat is de waarde van de noten en zo. En als je harmonica speelt, doe je op cijfers. Of op een andere methode. Christer heeft dat. Dat is gemakkelijk, veel gemakkelijker te leren als gewoon op noten. Maar een beetje muzikant, die speelt gewoon alles uit zichzelf mee. De harmonica dag van vandaag vind ik het allerbelangrijkste. Welk instrument dat je ook speelt. Dat je met elkaar speelt. Samen muziek maken. En daarom organiseren we deze dag. Want dat vinden wij het allerbelangrijkste. Soms zit er gitaar bij, mondharmonica of wat anders. Samen spelen is voor ons het allerbelangrijkste dat wij deze dag organiseren. Ja, maar nu is vandaag een mooi weer erbij en een aantal bezoekers hier. Wat verwacht je van vandaag? Ja, gewoon puur zang, gezelligheden bij elkaar. Samen spelen. Er mag wel iets meer bezoekers komen. Want de folkloristische dansgroep Heldendoorn helpt ook meer met deze dag. En als er dan 30 spelers of 50 spelers zijn, maakt het voor ons niet zoveel uit als we maar mooi gezellige dag met elkaar hebben. Dat is het allerbelangrijkste. We staan hier op de hele berg, maar waarom eigenlijk? Ja, we willen graag als werkgroep aandacht geven aan een nieuwe route die is bedacht en ingevuld. En dat gaat over een aantal punten, markante punten in het gebied waar herinneringen te zien zijn. Met z'n vieren kijken we naar het landgoed en proberen we mooie dingen van de grond te krijgen. Nou, heeft u het over mooie dingen? Dan kunt u een paar mooie dingen noemen. Ja, we hebben het pinetum, dat was wat achtergebleven en wat dichtgegroeid, hebben we dus van een route voorzien met bebording. We hebben banken bedacht, echt landgoedbanken. Er zijn er nu een aantal geplaatst, er komen er nog een aantal bij. De vijver ligt in het plan om daar nog wat mee te doen.
de poort, de inrichting, de ingang van, aan de Ommeweg, hebben de zuilen weer opnieuw hersteld. Dus allerhande dingen die het landgoed het oude karakter weer terug gaan geven. Toegankelijkheid is natuurlijk een groot ding. Waar kunnen de mensen parkeren en is het hele jaar toegankelijk? Veel wandelaars komen hier uit de buurt. Die weten dat aan de Elebergweg zeg maar een parkeerplaats ligt. En daar vandaan kun je dus het Pinetum bezoeken en ook de wandelroute. Nou, de Rode Route, Jan, is een cultuurhistorische route, zoals we dat noemen. Dat betekent dat er door de mensen in het landschap allerlei dingen zijn aangebracht. Als je deze wandeling loopt, dan kom je langs 20 leuke, interessante punten. Een van de punten staan we nu. We zijn net over het bospad, want zo ziet het eruit, het bospad gelopen. Maar van oorsprong, toen er nog geen verharde wegen waren, was dit de doorgaande weg tussen Almelo en Zwolle. Het verlengde van de oude Twentse weg. Zelfs door Napoleon gebruikt vroeger. Dus een hoofdweg, we zien het nu als een bosweg. Dat zijn allemaal van die informatiepunten. We hebben net de verwijzing gezien naar twee historische panden. Hè? Dat is de villa en het tuinmanshuis en het koetshuis. Als je wat verder die kant op loopt, kom je bij de boksloot. We hebben grafheuvels, er zijn stuifduintjes. Nou, zo zijn er 20 interessante punten. Waar bij elk punt een paaltje staat met een QR-code. Scan je die in met je fototoestel. Dan kom je op de site en dan krijg je informatie over waar je op dat moment bent. We staan hier bij de boksloot. Wat voor een functie heeft dat watertje? Ja, het is zoals de naam al zegt een sloot. Hè? Een sloot waar vroeger bokken door voeren. In 1864 is deze sloot aangelegd door de zoon van de aankoper, van Hendrik Meiners. Dat was Sjoerd Anne Meiners. En die heeft die sloot aan laten leggen om mest naar de boerderij, wat dus nu de villa is geworden, stond vroeger een boerderij, te brengen. Dus, en die werd getrokken door een paard en dat paard dat liep dus naast de sloot. En dan is het grappige, we staan dus hier, heel veel mensen uit deze omgeving kennen deze plek. Dan zie je dus de kom, hier zie je de kom. En een ronding, dus aan het eind van die sloot, maar hij ligt dus tussen het kanaal en de villa. Aan het eind van dat pad kon je dus zeg maar de schuit draaien. Dus het is een heel historisch plekje hier in dat landgoed. We staan hier bij de Bosvijver. Ja. Wat is de Bosvijver voor functie hier? Ja, nou de Bosvijver is ongeveer halverwege de Rode Wandeling. Dan heb je zo'n 10 leuke punten gezien en heb je er nog 10. De Bosvijver is een vijver die door de familie Veenemeiners gegraven is. De functie was puur recreatief, een mooie plek om naartoe te gaan. Dus dat is een functie van de Bosvijver. Als je dan dat hebt gehad, dan heb je dus nog een deel te gaan. Kom je onder andere ook bij het sanatorium. Dat is ook een onderdeel van de route met informatie over het sanatorium. Dat kent iedereen, Krunnenzommer. En wil je meer informatie over deze route, dan moet je kijken naar www.landgoed-elerberg.nl. Nou, daar vind je informatie over Pineten, maar ook over de Bosvijver, ook over het landgoed, noem maar op. Dus kijk daar vooral op en ga deze wandeling vooral lopen, want hij is ontzettend leuk. Timo, jij bent werkzaam op de zorgboerderij Erve Wessels in Dalen. Ja. Wat zijn jouw werkzaamheden precies? Ik doe eigenlijk heel veel dingen. Dan maak hier de hokken schoon van de dieren. Welke dieren heb je dan hier zoal? We hebben hier alpaca's, koeien, zeeboekoeien, speciaal woord. Ezels, kippen, heel veel. Eigenlijk maken we de hokken van schoon. Okay. De mest halen we eruit. Vegen we aan met de deelnemers. En heb je dan nog andere werkzaamheden of ben jij verantwoordelijk voor de dieren? Nee, eigenlijk, we hebben ook nog een vestiging in Den Ham. Daar maken we heel veel beelden. William, jij bent begeleider van hoeveel deelnemers? Meestal overdag ben ik begeleider van maximaal 3 deelnemers. Wij hebben hier meerdere deelnemers lopen, maar het gemiddelde is ongeveer 1 begeleider die zorgt voor 3 deelnemers. Die begeleidt 3 deelnemers op een dag. En wat zijn de werkzaamheden dan vooral? We beginnen altijd met een stukje dierverzorging. Vanmorgen heb ik hier samen met deelnemers de paardenbak schoongemaakt. Een andere begeleider doet de dierdieren, die verzorgt de koeien,
en de ezels. Dus eigenlijk zijn we de hele ochtend zijn we bezig met dierverzorging. En 's middags doen we vaak andere activiteiten, hetzij knutselen. Momenteel zijn we druk bezig voor Vaderdag. Maar het kan ook zijn dat we een activiteit doen, dat we gaan mountainbiken of een boswandeling maken of een speurtocht. Wat zijn jouw werkzaamheden? Ook eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Ze zetten in de ochtend zetten ze op een bord wie wat gaat doen. Zoals ik ben nu bezig met de waterbakken schoonmaken van de schildpaddenvissen en die van de ganzen en eenden. Een andere keer doe ik de paardenbak in de wei hiernaast. Nou staan we toevallig in de moestuin. Ben je ook werkzaam in de moestuin of niet? Heel af en toe, niet zo vaak. Ik word er niet zo vaak bij ingeschreven. Dat wordt vaker door de week gedaan wanneer ik er niet ben. Oh, oké. Okay. Wanneer ben jij hier dan? Ik ben hier vooral elke zaterdag. Oké, okay. En jij, Timo? Ik ben hier 5 dagen in de week, van dinsdag tot en zaterdag. En heb jij dan nog werkzaamheden in de moestuin? Ja, hier doen we ook vaak aanvegen, onkruid weghalen. Wat is de leeftijd zo'n beetje dan van de deelnemers? Momenteel zal de jongste deelnemer 6 of 7 jaar oud zijn. En de oudste deelnemer die is rond de 60 jaar oud. Dus het is best wel divers. Op woensdagmiddag zie je veel jeugd bij ons. Zaterdag zie je ook veel jeugd. Maar door de weekse dagen, zoals de dinsdag, de woensdagochtend, de donderdag, de vrijdag, zie je heel veel oudere deelnemers. En dan praten we vaak over deelnemers van 20 jaar tot en met 40, 45. Oké, okay. Ja. En zijn er thuiswonende deelnemers? Ja, eigenlijk zijn alle deelnemers wat op het moment hier komen, zijn allemaal thuiswonend of elders dat ze begeleid wonen doen. Momenteel hebben we een nieuw iets. We zijn aan het boksen met deelnemers. We gaan nu zelfs één keer in de maand boksen met de deelnemers. Dus dat is van de laatste tijd. En dat is hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja. Zijn altijd zoekende naar nieuwe ideeën en activiteiten. Ik zag ook mountainbike staan. Ja, klopt ook. Dat doen we nu ongeveer een jaar. En dat kan zijn dat we één keer in de week gaan we mountainbiken. En dat doen we vaak met een klein groepje. Om zo de personen goede aandacht te kunnen geven. En ook te kunnen vertellen van wat moet je doen, wat moet je niet doen. Ja, dat klopt. Oké, okay, en een winkeltje? Een winkeltje, ja. We maken hem sinds 2 jaar. Doen we ook kleinschalig maken we beelden. Op een laag tempo, op een rustig tempo. En dat proberen we hier mondjesmaat hier een beetje te verkopen of te slijten. Klopt, okay. Inderdaad. En dat zijn meer betonnen tuinbeelden? Klopt. En dan praten we over bloembakken, een paardenhoofd, een hondje en dat soort dingen. Ja. Leuk. Ja. Miss Teen of the Netherlands, zeg ik dat goed, Mavy? Jazeker, dat zeg je goed, André. Ja, even de kijkers terugnemen naar het hele traject. Ja, nou, ik werd dus Miss Teen of Overijssel in vorig jaar maart 2023. Voorafgang hadden mijn vriendinnen mij opgegeven, eigenlijk voor een grap. En nooit gedacht dat ik nu Miss Teen of the Netherlands zou zijn. En in juli werd ik gekroond tot dus Miss Teen of the Netherlands. Ja, dus in maart was de verkiezingen van Miss Overijssel. En dan word je automatisch geselecteerd voor het vervolg. Ja, dat klopt. Ik was één van de 12 dames die dus geselecteerd was om te strijden voor de titel als Miss Teen of the Netherlands. En ik mocht de gelukkige zijn die titel heeft mogen winnen. Nu ga je dus naar India in juni. Ja, dat klopt. Ik ga 27 juni ga ik naar India. En dan ga ik op 8 juli vertrek ik weer terug naar Nederland. En ik ga proberen om nu ook de titel als Miss Teen International te winnen. Nu zijn bij zulke verkiezingen zijn er altijd goede doelen of dat je een boodschap wilt uitdragen. Ja, dat klopt. En mijn boodschap is dus armoede. Ik ben daar heel geïnteresseerd in. Ik vind het altijd echt verschrikkelijk als ik armoedige kinderen zie. Zowel op social media als hier in mijn eigen omgeving. Dus daar was ik het meest geïnteresseerd in. Dus dat heb ik gekozen als mijn boodschap. Dat traject van Miss Netherlands naar uiteindelijk nu India, wat is daar tussentijds? Heb je daar nog andere verkiezingen gehad of heb je allerlei shows moeten doen? Nou, ik heb een paar leuke modeshows mogen doen voor After Eden. En verder heb ik heel veel catwalk trainingen, speech trainingen. En heb ik ook mogen jureren voor andere castingdagen voor natuurlijk de nieuwe meiden die dus kunnen geselecteerd worden voor Miss Teen of the Netherlands. En dat was heel erg leuk om te doen. En nu ga ik volle bak zelf focussen voor mijn eigen misverkiezing wedstrijd. Mensen kunnen je ook nog kennen van de, hoe heet het ook alweer, het cheerleaden. Ja. Heb je je daar afgelopen jaren nog mee bezig gehouden?
Helaas niet meer. Ik ben echt gestopt op mijn hoogtepunt. En ik was helemaal ready voor nieuwe hoogtepunten, voor nieuwe doelen. Ja. En doet Mavie dit helemaal naast het werk? Of moet je daar ook werkzaamheden voor opzeggen? Nou, ik loop nog steeds stage en ik ga nog steeds naar school. Dus dat is wel eventjes dubbel leventje. En, maar verder, nee, het gaat allemaal hartstikke goed. En ik probeer alles zo goed mogelijk te combineren. En ja, helaas geen sporten voor mij. Maar dat is dan maar even een jaartje zo. Word je dit hele traject ook gecoacht door mensen van de organisatie? Ja, eigenlijk word ik sowieso gecoacht door de hele organisatie van dus Miss Teen of the Netherlands en Miss Beauty of the Netherlands. Die dus ook nu de nieuwe licentie hebben van Miss Universe. Maar verder kan ik natuurlijk aan elk meisje tips vragen die dus in de organisatie zitten. En heb ik een paar coaches en managers die mij daarmee heel goed helpen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ambities voor Miss? Ik zou heel graag Miss Teen International willen winnen, zodat ik gewoon echt mijn platform kan gebruiken. En gewoon lekker kan reizen, leuke dingen kan doen, ambassadeur spelen, zeg maar daar. En ja, ik heb gewoon heel veel zin in nieuwe kansen, nieuwe dingen. En ja, ik heb daar echt heel veel zin in. Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat je straks met de senioren wilt meedoen. Nou, op dit moment weet ik dat nog niet zeker. Ik ga ervoor oefenen, dat sowieso. En ik ga deze ervaring voor Miss Teen International zeker meenemen voor wellicht een volgende misverkiezing voor de wat ouderen. Maar dat zien we dan nog wel verder. Kijken wat de toekomst me brengt. Heel veel succes komende juni in India. Heel erg bedankt, André.